De donkere dagen. Tijd voor lichtjes. Slingers, ballen en een kerstpakket. Weekendtime presenteert het Weekendtime kerstpakket. Het pakket heeft alles om van kerst een succes te maken. Ken jij iemand die een hart onder de riem nodig heeft? Hallo mensen, we staan hier aan de voordeur. Heel groot kerstpakket. We gaan mensen verrassen, dus ik ga nu aanbellen. En dan zullen we ongetwijfeld zien hoe ze zullen reageren. Goedenavond, Local FM. We hebben een verrassing voor u. Heeft u enig idee van wie dit kan zijn? Nee, geen flauw idee. Heel geen flauw idee? Nee. Je mag wel iets naar voren komen. Ja, ik hou hier niet zo heel erg van. Ja, nee, maar het is wel heel leuk. Het is van uw dochter Lindsay. Nee toch, wat leuk. Ja, leuk hè. Die had u opgegeven. Ze schreef, mijn ouders betekenen heel veel voor mij. Ik weet niet of uw man erbij was. Ja, ik zal hem even helpen. Het is wel even leuk, ja. Hallo. Hallo, meneer erop. Hallo. Ja, we moeten naar voren. Ja. Goedenavond. Misschien even uw naam voor de kijkers, moet ik nou zeggen. Jolande Eilander. En ik ben Marcel Eiland. Ja, nou ja, er staat hier een pakket en we zeiden net tegen die vrouw van de enige idee van wie het is. En ze zei dus nee. Die is dus van uw dochter Lindsay. Wat geweldig. Ja, die heeft u beide opgegeven. En die is heel dankbaar dat jullie van alles voor haar doen. En dat wil ze zo duidelijk maken. Super, hartstikke wel. Ja. Bijzonder. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Dankjewel. Geniet ervan. En ik zal Lindsay super even... actie. Dankjewel. Ja. Hartstikke bedankt. Okay. Hartstikke bedankt. Doeg, goeie kerst aan. Succes. Ja, ik zeg. Ja. Dag hoor. Ja, doei. En dat is vrijdag de 13e, hè? Ja, super. Kun je zien. Ja, mooi. Dankjewel hoor. Doeg. Het Weekendtime kerstpakket. We staan hier bij de familie De Groot, die dus nergens van af weet, dus we gaan ze verrassen. Leuk! Een hond. Jannie? Ik weet het. Ach, goeie. Ja. We zijn met een meisje. Goedenavond. Local TV, Weekendtime. Ik zie er niet is, uit. Nee, Gerard, kun je ook even bij komen? Oh, ja, ik doe het wel even in de ABN. We hebben een hele mooie brief gehad over jullie, voor jullie. En er zijn mensen die jullie een heel mooi pakket aan willen bieden. Eén idee van wie? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Nou, ik weet ook niet als ik het zeggen mag. Dat zit me net even. Maar dat maakt niet uit. Heb jullie een idee waarom? Ja, misschien. Ja, nou, kom maar iets naar voren toe. Dan, het een of ander meegemaakt de afgelopen tijd, dus ik heb er misschien aan meegemaakt. Ja, wil je erop vertellen, Jani, Gerard? Ja. Wil je erop vertellen wat er aan de hand is geweest? Nou ja, ik heb een beroerte gehad eind 2011. Net voor het nieuwe jaar van 2011, zeg maar. Dus kerst en nieuw en oude nieuw is altijd heel speciaal voor ons. Ja. Nu afgelopen augustus heb ik weer een inval gehad, maar... Ik moet ook zeggen dat er heel veel mooie dingen gebeurd zijn. En ik denk dat je daar aan de kerstpakket, jij bent zo positief en nou, jullie hebben zoveel meegemaakt. En dan... Maar het moet je wel gegeven worden en dan moet ik alweer zeggen dat er een boom komt. Dat moet ik toch even vermelden, want dat is voor mij echt het kerstgevoel straks. Ja. Dat was de andere jaren niet. En hoe is het nu met jullie? Goed. Goed, zeg je dat gek. Ja? Jannie ook? Goed inderdaad. Nou, zal nog één is goed. Nou, en de kleinkinderen zitten aan tafel. Net hebben we patat gehad. Ja, we zijn vanmiddag lekker weg geweest. Dus, ja, oh, mooi. Het is maar ik schrik ervan. Ja, het is vrijdag de 13e, dus we moeten eens kijken hier. Oeh, Jos. Oh nee. Ja, ik kan hem niet tillen. Gerard, ik hoop dat jij sterk bent. Jannie, wij kijken wat toe. Dat is mannenwerk, hè? Nee. Ja. Zo van de Robin. Ja, misschien de kleinkinderen is erbij. Ja, kom eens. Kom hier. Dat is een moeite in. Nou. Zelf maar ook, kom maar. Ja, zelfs die wel al. Ach, en de hond. Ah, nee. Kom, zo. Kijk hier, jongens, wat helemaal opa en oma gaan krijgen. Zo. Ah, kijk eens. Perfect. Mooi, hè? Zo, hè? Kijk eens. Zo, nou. Zo, hè? Dat is veel te gek, hè? Ja, dat meen ik ook zo. Nee, weet je, het is natuurlijk wel gesponsord, hè? Het is... Okay. Waar je dat verdiende, hè? Oh, kijk, de hond die vindt het nog mooi. Ja, mooi, hè? Hé, hey, jongens, geniet er heel erg van. Ja. Dat is mooi. Ja. Ik weet niet waar het van is. Voor jullie doen ik het niet. Dat zeg ik. Er is veel narigheid gebeurd, maar we hopen. Hij ziet dat de twee jongens ons teweeg brengen. We hebben nog een kleindochter, dus. Zeg maar in de camera, degene die dit. Degene die dit gedaan heeft. Hartstikke bedankt. En ik weet er echt geen woorden voor waar ik het aan verdiend heb. Want het is. Ja. Ja, nou, hey, het is hele fijne feestdagen. Oh, ik...
En geniet ervan. Leuk, hè? Ja, ja, dat is leuk. Ja, echt. Ja, ik weet het niet. Ik kan nog niet... Nee. Ja. Ja, nee, of valt ons wel ermee. Ja, dat moet ook. Ja, dat moet ook. Ja. Nou, kijk dan. Nee. Ja, leuk, hè? Nou, kijk, ja, kijk dan. Ja, leuk. Kijk dat nog eens. Ja, nou mooi. En dat is 36 jaar. Ja, heerlijk. Dus, nee, heel hartelijk bedankt. Ja, kan niet anders zeggen. Ja. Het is zo leuk. Ja. God, zie me er nog aan toe. Och, wat leuk allemaal. Nee, ik hoef dit niet voor. Het Weekendtime kerstpakket. We staan ondertussen in de schaafskooi. Heel donker, heel koud. Rolluiken gaan naar beneden toe, dus niet iedereen wil verrast worden. Maar we gaan ons derde pakket afleveren. Bij Teun en Annie Kroes. Wil je even aanbellen? Goedenavond. Hallo. Loco TV. Weekendtuin. De? Weekendtuin. Van Loco TV, we hebben een verrassing voor u. Is die man er ook? Ja, die is er ook, ja. Zou u die er even bij willen? Ik zou hem even... Het is allemaal goed hoor, het is allemaal vertrouwd. Oh, allemaal. Heel ontrouwd. Nou, ik wil jullie hartstikke bedanken dat jullie je dit heen hebben gebracht. En ook namens mijn dochter en mijn schoonzoon natuurlijk ook heel hartelijk bedankt dat ze dit voor ons gedaan hebben. En dan wens ik jullie nog hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Bij jullie ook en geniet van het mooie inhoud. We zullen er zeker van genieten. Ja, nou, hartstikke bedankt. Ja, tot de volgende. Joeroe. Bedankt. Oké, okay. Doei. Het Weekendtime kerstpakket. Ja. Ik zit hier in het... heerlijke maandje in Oldebroek. Bij mensen voor de deur, die hebben geen flauw idee wat er nou gaat gebeuren. Maar dit is onze vierde kandidaat voor het kerstpakket. Dus we gaan kijken als ze open doen. Hallo. Oh, schoon. Ik denk, wat gebeurt er voor de deur? Ja. Ja, kom bij. Even verder. Ja, even vragen, wie van jullie is Karin? Nou, dat is mijn moeder. Is je moeder, is die er ook? Oh, die is naar opnames van een... zo'n improvisatieshow. Oké, okay, oh, wat zonde. Nou ja, dit kerstpakket wat er aangeboden, hebben jullie enig idee door wie? Het is van de Weekendtime, van Loco FM. Die hebben dus allemaal mensen gevraagd van, willen jullie iemand opgeven die een kerstpakket goed kan gebruiken? Ja. Omdat ze veel van anderen doet of gewoon kunnen gebruiken. En toen is je moeder opgegeven door iemand. Oh. Maar jullie hebben geen idee wie? Mijn tante. Ja, hoe heet die tante? Anja. Ja. Heb je ook een idee waarom? Wat maakt je moeder zo bijzonder dat zij een pakket verdient? Dat mijn moeder een hele sterke vrouw is, denk ik. En leuk mens. Een gek mens. Gek mens was helemaal leuk. En gewoon eerst aan anderen denkt dan pas aan het geld, denk ik. Ja, hè, want jullie tante schreef ook, ze fietst door weer en wind en om haar medemensen te helpen. Ze heeft 3 kinderen, maar ze doet ook nog een studie volgen, als ik het goed heb. Ja. Ik heb begrepen, dus heel bedrijvig iemand. Lief. Bedankt, lieve tante. Ja, kijk. Dat is mijn lievelingstante, dus. Ja, je hebt deze naam, dus dan... Ja, en ik weet niet, ik denk dat mijn moeder heel erg ontroerd hierdoor is. En ik denk dat mijn moeder het ook heel leuk vindt. Nou, ik zou zeggen, pak hem op, neem hem mee naar binnen. Nou, hij is zwaar. Hij is zwaar. Nou, en dus we komen op de week. Ja, echt live, ja. Nee, echt? Oh. Ja, nee, niet live, morgen. Op de lokale hand kunt weer zien, morgen. Nou, we komen op de week. Hey, jij veel plezier ermee. Nou, dankjewel, hè. Fijne dagen. Ja, doei. Doei. Heel mooie verrassing, ook voor de moeder als ze thuis komt. Die weet nog nergens van, dus... We gaan naar de volgende, de laatste kandidaat. Het Weekendtime kerstpakket. Zo van het ene bankje. Van Oldebroek naar een ander bankje in Elburg. Ik durf niet helemaal te gaan zitten, want dan krak ik door. Hele mooie opnames, doen we niet. We staan in Elburg aan de Leeuwerik en we gaan iemand verrassen. Dus ik ga nu aanbellen. Beltje, de kerstvrouw, hallo. Hallo. Sorry. Ja, wij zijn van Loco FM, van het programma Weekendtime. En die hebben een paar weken geleden hebben ze mensen gevraagd als iemand... Ja, voor kerstpakket op wil sturen. Iemand die het kan gebruiken, die het nodig heeft. Te bemoedigen, gewoon als we alles voor iedereen doen. Daar ben jij ook bij. Oké. Okay. Ja, heb je enig idee wie je opgegeven heeft? Ja, ik heb het gehoord, mijn dochter. Malou! Ja, 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 nou, ik ja net hoor. Maar... Ja, oké. Okay. Ja, Malou. Jij hebt erop gegeven. Ja. Ja, nou, normaal zeg ik van, weet je ook waarom? Maar misschien kun jij dat tegen je moeder vertellen waarom je dat gedaan hebt. Nou, omdat je nu 2 jaar reuma hebt. En nou ja, ik aan jou ook kan zien... Hoe achteruit je soms gaat. En toch ben je zo'n goede moeder voor ons allemaal. Nou, daar ben ik trots op je. Dankjewel. Nou, wat mooi, lief. Ja.
Nou ja, ik ben er stil van. Maar jullie moeten ontroeren zijn, we krijgen ook niet ontroerd voor die camera. Maar er zijn dus, het is echt een zwaar pakket, er zitten allerlei leuke dingen in. Dus ik zou zeggen, neem me mee en ga erin kijken. Doe ja, maar. Ja, doen. Ja. Ja, jammer doen niet of dat is echt zwaar hoor. Ja, dus, hey, heel veel plezier ermee. Fijne dagen. Ja, ja, dank u wel. En sterkte. Ja, ja. Goed. Nou, heel erg bedankt. Ja. Oeh, oh jeetje, ja, hij is echt zwaar. Heel veel in. Ja. Ja. Wow. Dank u wel. Nou, dank u wel. Bedankt. Fijne dagen. Dank u wel. Doeg. De actie zit er weer op. We staan hier bij de loco. We gaan even naar de jongens kijken hoe die het gehad hebben. Spannend. Surprise! Hey. Hallo, kerstbroodje. Ik ben weer terug. Hoe is het gegaan? Ja, goed. Hectisch, maar goed. Ja, het ging even mis, hè? Kunnen jullie vertellen? Het lag aan jullie, niet aan mij. Ik bedoel, ik had alle knopjes, alles bij de hand. Dat is zo leuk. Ja. Andere slotgeven. Maar wat ging er mis? Ja, er was iets met een stekkertje en een telefoon, dat ging niet helemaal goed. Nee. Het stekkertje ontbrak, een of ander pootje ontbrak. En daardoor was de verbinding veel weg, dus helaas. Ja, maar helaas, het was even een gemier en een gedoe. Maar het is goed gekomen. Henk, hele moeilijke naam. Ja. En ik zijn gewoon langs de deur heen gegaan. Dat ging heel leuk, mensen heel verrast. En hoe ging het hier in de studio? Nou, in de studio was het heel erg hectisch, maar wel heel erg leuk om te doen. Ook de reactie van de mensen en de dankbaarheid die je ook horen. En ze hadden een hele leuke kerstgedachte dat zij iets weggaven aan mensen die het echt nodig hadden, die het goed konden gebruiken. En en ook degene die het kreeg, dat weet Harry al ook wel. We stonden hier zelf ook af en toe met het... Af en toe zaten we met tranen in onze ogen, omdat het gewoon zo leuk was om mensen gelukkig te maken door middel van een kerstpakket. En natuurlijk dankzij al onze sponsors en hebben we gewoon een heel mooi kerstpakket kunnen weggeven. 10 stuks. En dat is gewoon geweldig om te doen. Is het voor de herhaling van Baar? Zeker weten. Volgend jaar gaan we met een hele goede en vroege voorbereiding. Dit was echt in de laatste anderhalf, twee weken moesten we dit allemaal op touw zetten. Herrian, jullie hadden heel veel aanmeldingen. Ja, was het ook moeilijk om mensen eruit te kiezen? Het was heel erg lastig. Gelukkig hadden we een bepaalde jury samen die dus eigenlijk een beetje uitkoos van die kan het wel gebruiken, die kan het wel gebruiken. Het liefst wil je iedereen wat geven. Ja. Maar helaas kan dat niet, omdat er gewoon zoveel aanmeldingen via onze website www.weekendtime.nl binnen zijn gekomen. Ja, dat het gewoon heel erg lastig was om goede keuzes te maken, maar ik denk dat we het toch goed hebben gedaan zo. Ja, er waren schrijnende verhalen bij, ook maar hele moedige verhalen. Het was niet alleen van mensen die het konden gebruiken, maar ook mensen die echt wat voor anderen betekenen. Hè? Om een beetje een hart onder de riem te steken. Ja, zo was er iemand die had 7 maanden in het ziekenhuis gelegen. En haar ouders, die hebben gewoon 7 maanden hebben ze gewoon het gezin van die mevrouw draaiende gehouden. Ja, dan moet je rekenen op school. Er zijn probleempjes op school. Met vriendjes, vriendinnetjes. Dan moeten gewoon dingen... geregeld worden en 7 maanden lang is dat gewoon gebeurd. Dat is een hele periode. Ja, wij mochten naar die mevrouw toe, dus we zagen ook de emotie op de gezicht. Ja. Ik vond het schitterend om te doen. Ik volgend jaar weer? Volgend jaar zeker weer. We gaan volgend jaar gewoon nog een keer doen. Ja, dan zorgen we dat die techniek ook techniek kan is nog beter volgend jaar. Ja. Is zeker voor herhaling vatbaar. Dus, ja. Volgens mij een hele geslaagde actie. Jullie zijn allebei tevreden? Ja, heel tevreden. De camera draait nog. Zouden jullie nog wat willen zeggen tegen de mensen thuis? Nou, we willen je kans. Iedereen een gezond en gelukkig en muzikaal 2014 wensen. En natuurlijk fijne kerstdagen. Je moet eigenlijk andersom.